Ze staan er altijd. De mensen die de lokale omroep RTV Zaanstreek al jaren vrijwillig draaiende houden. Dit zijn de oudgedienden van RTV Zaanstreek. Dat waren Christina Aguilera, Lil Kim, Maya en ook nog Pink, Lady Marmalade. En zo openen wij een nieuwe aflevering van Zaterdag Magazine. Het is 11 mei. Het begint echt lente te worden. Hè. Je voelt het ook buiten. Heerlijk weer. Tot aan 4 uur zijn we er met Zaterdag Magazine. Hoe ben ik hier begonnen? Zo, heb je even. Het was niet eens mijn idee. Ik was toen mijn vriend met Tim Klein. Die ken ik van de basisschool en die had wel al een beetje interesse in radio. En die dacht van, nou, laten we eens een keertje een radiostudio gaan bekijken. Want dat vonden we wel interessant. 075-6706-106 of via de e-mail. En we wisten dat er een lokaal radiostation was in Zaandam. En nou, we vroegen of we daar een keer mochten kijken. Dat mag. De stichting Omroep Zaanstreek, zoals zijn radio vroeger heette, had behoefte aan een jeugdprogramma. En Pascal Zandbergen kon daar met Tim Klein een rol in vervullen. Zo zijn we begonnen met een kwartiertje zendtijd per week. Gericht op de jeugd in de Zaanstreek. Met agendatipjes, leuke muziek en ja, kwartiertje kun je niet veel in doen natuurlijk. Maar ja, daarna is met name voor Tim heel snel het balletje gaan rollen. Die wilde al heel snel meer. En ja, ik kabbelde daar wat achteraan. Ik vond het ook wel leuk. En ik begon het langzaam ook steeds leuker te vinden. Dus ik ben steeds meer bij de radio gaan doen. Maar dat begon echt met een puur programmaatje voor de jeugd. En ja, daarna is het uitgebreid. Ik kreeg interesse in techniek, in presentatie. En nou ja, inmiddels zijn we 27 jaar verder. In die tijd is Pascal uitgegroeid tot een onmisbare schakel voor zijn radio. Hij verzorgt de techniek en de planning van de zender. En daarnaast presenteert hij het programma Zaterdag Magazine. Vier dat feestje samen met de Kift. Pascal was er ook bij toen zijn radio in de prijzen viel. We zijn ooit verkozen tot de beste lokale omroep van Nederland. 1999. Ja, daar hangen hier nog de foto's van. Maar jij hebt dat meegemaakt. Ja joh. Je ziet wel dat hier de nodige zon op heeft gestaan, hè, op deze foto's. Maar... Ja, precies. Ja, nee, dat hebben we meegemaakt. We zijn toen met een ploegje zijn we naar de uitreiking geweest. Dat werd toen georganiseerd door de OLON, hè, de Organisatie voor Lokale Omroepen Nederland. Die hadden nog een soort van, een soort van wedstrijd voor best lokale omroep en best lokale website. En ja, wij zijn op een gegeven moment verkozen tot best lokale omroep. Ja, best wel iets om trots op te zijn natuurlijk. Maar dat hebben we ook met een heel team voor elkaar gekregen natuurlijk. Dus we zijn ook met z'n allen die kant op geweest om de awarduitreiking mee te maken. Het was toen elk jaar op een andere locatie, maar dit was in Nijmegen. Dus met een heel ploegje met auto's die kant op. En ja, in de zaal afwachten tot wat komen ging. En ja, uiteindelijk hoor je dan dat jouw omroep de winnaar is. Ja, gaaf hoor. Ja. Er zal heel wat moeten gebeuren voordat Pascal aan stoppen denkt. Het is gewoon het medium radio. Dat is ontzettend leuk om mee te werken. Ik zeg altijd, het is een soort van virus. Als je het helemaal hebt, dan laat je ook niet meer los. Ja, ik heb altijd die interesse voor radio ben ik blijven houden. En ja, dit is gewoon lekker dichtbij natuurlijk ook. Hè. Je kan het keurig naast je werk kun je dit combineren. Want ja, weet je, dat laten we dat niet vergeten. Natuurlijk. De meeste medewerkers hier hebben gewoon een fulltime baan. Of gaan naar school en doen dit er eigenlijk maar naast. Of maar. Weet je, er gaan voor veel mensen best wat uren in zitten. Maar ja, het is gewoon hartstikke leuk. Volgende week in Oudgedienden, Ellie van Amstel.